Tegen veel verhuur. Papa. Wat? Nee, ik zeg het. Nee, ik ga het dus af. Ik ben af. Oh, wat een trainwreck. Eén seconde. Stop. Ga naar huis. Ga oefenen. Hallo. Wij spelen in dertigers en we spelen 30 seconds. Klok loopt. Oké. Boyband. Backstreet Boys. Boys and Men. Uit het land van de thee. Van de thee? Oh, Engeland. Ja, Take That. Juist, maar jij bent niet aan de beurt. Oh. Ga door, in 16 seconden. Oké. Hier is er net een film over uitgekomen en het is een pop. Die pop. Annabelle! Nee, wat voor pop? Zo'n soort, een heel kleine pop eigenlijk. Zo'n klassieke... Stop! Met een filter... Ah, nee! Wat voor pop was het dan? Barbie. Zeg dan Ken. De mannelijke versie. Die heeft een hoofdletter, dat mag niet. Oh, dat mag niet. Jojo's. Geen idee wat dat is. Jojo. Jojo's. Smurfensnot. En Britney Spears. Oké, okay, vet. Asha. Jojo's. Succes, Justus. Oké, succes, Justus. Godsamme zeg, zit volgens mij in chips. In chipszakken. Met mannen die achter een bal aanrennen. En dat dan... En dat staat dan op een... Nee, dat staat dan op een soort kaartje. Maar dat heet niet een kaartje. Dus wat is de sport die mensen die achter een voetbal? Ja. En het is een beeld. Plaatje. Ja. Voetbalplaatje. 10 seconden. Oké. Oh ja. Que si, que no. En la parella, na na. Que se la parella. Oké, okay, jammer. Gino Martin, ik okay, weet het niet. Dan het liedje van niet dat ik met... Oh, 0 seconden. Het is echt helemaal niet goed gegaan dit. Oh, het gaat dan door. Dus als je ja, dat was ik ook vergeten. Oh. Ja. Het spel waarbij je tekeningen van poppetjes naar beneden moet flippen en dan moet je iets raden daarover. Dus Galgië? Het is een spel met allemaal dingen staan omhoog. Hoe heet het ook? Doe een ander. Oké, doe een ander. Een tekenfilmfiguur. Tekenfilmfiguur, let op. Papa. Wat? Nee, ik zeg het. Nee, ik ga het dus af. Ik ben af. Oh, wat een trainwreck. Eén seconde. Stop. Ga naar huis. Ga oefenen. And it's jumping, and everybody's coming. It's coming. Nee, oké, door. Dit is een klusje wat je doet voor heel weinig geld. Bijvoorbeeld de auto wassen. Heitje voor kwijtje. Ja, oké. Ik heb er hier echt veel echte van op mijn lichaam. Tattoos. Ja, maar dan de neppe versie ervan. Noem je ook wel een? Plaktattoo. Yes. Oké, dit is een film. Ik zie zwarte zonnebrillen en het gaat over een parallele universum. Stop! Wow, echt dit was een cool. Hele goeie. De Venga, goed gedaan. Venga Boys. Ik word echt uitgescholden. Ik had ook maar twee. Maar hè? Hoe oud zijn wij, jongens? Dat is echt niet oké, hoor. Die mag je niet meer. Wat? Je snapt ja, het niet. Dude! Ik moet het uitbeelden. Ja, het is ook voor jou spannend. Heb je het ooit weer gespeeld? Hoe erg zijn wij ook? Hoe erg zijn wij? Gewoon afpakken! Jullie kijken toch ook? Ik snap het niet. Wat is dit nou? Dan raak ik helemaal in de war van jou, Pieter. Ik zat gewoon even te kijken. Maar je moet het toch niet voorbereiden. Dus je draait het om en het is voor jou ook een verrassing. Niet kijken! Wat? Je doet dit, oké? En dan moet je en dan gaat de tijd in. Oh, oké. Ik snap dit hele spel niet. Is goed. Oh, oké. Zo'n groep, samengestelde groep. Mannen, vrouwen, dat was vroeger in een huis. En ze zingen. Woongroep. In Nederland. Ze zingen. Mannen en vrouwen. Wie in een groep, een samengesteld een koor. Groepje. Nee, een band. Ja. Een orkest. In de kermis heb je van die dingetjes die tegen elkaar aankomen. Waar je in rijdt. Ja. Botsautootjes. Ja. Hakken. Naaldhakken. Nee, vroeger. Gabber. Stiletto's. Gabbers. Oh, gabbers. Hoe hakken. Heet dat? Ja, hoe heet dat? Hakken. Laat maar. Die vrouw met je paraplu. Stop. Mary Poppins! Happy hardcore, chaotic. Mary Poppins. Als jij zegt gabbers, dan moet ik dus meteen happy hardcore weten. Ja. Omschrijf dingen! Ik ben 36. Het gaat helemaal fout. Oké, okay, let's go. Ik ga de middelste doen, want die heb je nog niet gezien. Maar ik moet toch weten wat ik ga vertellen? Nee, liefje, dat is de grap van het is het spel. Ook voor jou een moeilijke test. I'll be back. Nee, wacht. Oh.
I'll be back. Oh, dat weet ik niet. Het komt me bekend voor, maar ik weet even niet. Ja, dit deed je dan met vooral meisjes op het schoolplein. Die gingen dan daar overheen springen. En allemaal... Springtouwen. Ja, maar dan met... nee, niet springtouwen. Het was meer dat je dan helemaal erin geraakt. Elastieken. Ja. Dit speelde je op de Nokia 3310. Serieus? Jezus. Ja, maar dit is mijn eerste keer dat ik dit spel speel. Mag heb ik nog een keer? Heb je dit nog nooit gespeeld? Ik wil, als ik het opnieuw kon doen, had ik het veel beter. Mag nu je alles hebt gelezen, had je het beter kunnen doen. Sommige mensen zijn believers van deze gast. Justin Bieber. Ja. Dit is een apparaatje. Het was een soort beestje. Ja. En dat moest je voeren. Een Tamagotchi? Ja. Dit is een programma op een ouderwetse computer waarmee je kon tekenen en verven. Paint. Ja. Dit is iets wat in arcadehallen staat waarmee je een balletje... Juist. Oef. En dan nog een programma... Oh. Top gedaan, meid. Insgelijks. Hey. Nu moet jij raden, hè? Ja. Love you. Klaar voor. Ja? Oké, okay, let's go. Een spelletje. Je hebt een blok met kleurtjes, die moet je een draaien. Rubik's Cube. Ja. De schoenen die ik nu aan heb. All-stars, niet... Converse. Ja. Een orkaan die heel snel een ronddraait. Een tornado? Maar dan, Twister? Ja. Die film over het jongetje die... Home Alone? Ja. Super, nee, een hele sterke acteur. De Hulk? Nee. Arnold Schwarzenegger? Die andere? Sylvester Stallone. Wow! Ja, we zijn toch nog best wel op elkaar ingespeeld. Derde wiel. Sorry. Nu pas is de tijd om. Ik ga even een broodje halen. Een hokje waar je kan bellen. Telefooncel. Oké. Hier kun je op aftrekken voor de computer. Porno. Dat het ding is wat in jouw hoofd opkomt bij dit woord. Pamela Anderson. Wat is dit? Ik heb Pamela Anderson even gelezen. Opnieuw. We gaan even opnieuw. Nee, maar dit kan niet. 30 seconden. Dit wordt gewoon gedraaid. Stop. My heart will go on. Titanic. Celine Dion. Mannelijke acteur. Leonardo DiCaprio. Ik heb al die kaartjes Oh, gelezen. Jezus. Oh, dit is natuurlijk een betaalmiddel. Oh. Stop! Hier kan je je voor aftrekken op de camera. Op de achtergrond. Dat gaan we niet gebruiken. Webcam. Was webcam. Het. Ja, dat deed je toch dat vroeger? Dat is het eerste waar je... Nog nooit heb ik me afgedrokken voor een webcam. Ik kletste met mijn andere ponyvriendinnen via de webcam. Jij? Iemand okay. moet het doen. Deze heb ik nog niet gelezen. Yeah. Oké, dit is een liedje van Volgende. Dit is een serie met mensen die asociaal zijn, is het idee, in een rijke wijk. Wonen zij? Ja. Ja. Dit is een serie over een meisje en zij is een heks. En... ze heeft een zwarte kat. Het is. Maar je hebt 21 seconden heb je genomen om te beschrijven. De Flodders. Van de Flodders. En daarvoor gebeurde er niks. Zo kan je toch geen spel spelen? Ik bedoel, ik vind het leuk. Een gouden letter waar je altijd naartoe gaat, fastfood. McDonald's. Maar voor kinderen? Wat nemen ze altijd? Wat bestellen ze? Happy Meal. Juist. Zo'n rondje waar je in gaat dansen, maar dan. Wat je bij de intro's nog niet zeggen. Zo'n rondje, dat deden ze vroeg. Ga je instaan en dan ga je dansen. Ja, dat. Stoelendans. Hey. Doe het volgende. Oké, okay. een groep met z'n drieën waren een beetje een soort van rockachtig. Zeg maar, attractie. Stop de tijd. Attractie. Stop de tijd. Park. Linkin Park. Het is geen hint, hè? Nu weet een soort attractiepark. Nee, kijk. Linkin Park? Attractie. Park. Linkin Park. Hula hoop. Rondjes. Wow, een rondje waar je in gaat staan. En dansen. Wow. Ik wilde zeggen hula, maar dat kan niet. Yes. Ik zag een rondje van mensen. Je gaat in een rondje staan. Als jij dat zegt, dan denk je toch, mensen gaan in een rondje staan. Ik dacht volksdans of zo. Ja, ik dacht die sitaki, maar nee, het is voor kinderen of zo. Nee, goed. Goed gedaan. Alfabetsoep? Wat is alfabetsoep, dat? Dan weet je toch wel, dat zijn van die vermicelli dingetjes met A, B, C. Nee, ik had altijd rijst. In je soep ook. Ja. Oh, wat een leven. Nee, dit moet echt eruit geknipt.
Nee, dat gaan ze naar juist. Nog een keer? Ja, jij mag weer. Sorry, kan je even stil zijn? Ik moet even. Nu word ik niet meer gevraagd voor de slimste. Oh ja, dit deed je als je heel veel muziek had gedownload op je computer en je wilde dat aan iemand geven. Branden, CD-branden. Ja. Een zinkend schip. Titanic. Ja. Rachel uit Friends, mag je dat zeggen? Ja, Jennifer Aniston. Ja. Dit is een ketting die je dan om had en daar kon je ook lekker aan uit van knabbelen. Oh ja, die dingetjes. Kralenkettingje. Nee, snoepketting. Ja. Dan mag je iets zeggen. Ketting zit erin. Door naar de volgende. De laatste. Oh, kut. Sorry. Wat is er allemaal? Nee, snoepketting mag niet. Je mag het woord niet zeggen. Oh. Maar ik vond het ging een stuk beter dan de vorige ronde. Dank je. Dat mag ook boyfriend. Gezegd. Wat stond er nog boyband. In? Boyband. Die hadden we niet. Die had ik nog geen tijd je voor. Je zegt, ik had het katse allemaal, zeg je net. Bijna. Je had er twee. Het is ongelooflijk. We hadden er vier. Oké. Okay. Oh. Vroeger was dit de toegang tot de tram. Een papiertje. Railrunner. Nee, de tram. Oh. Oké, we gaan naar de volgende. Een spelletje waarbij je letters moet raden, streepjes zet je neer en dan teken je iets anders. Nee, we gaan naar de volgende. Oké, deze rapper is nog steeds bekend. Hij is geen rapper, hij is een zanger. In Nederland of in Amerika? Nee, in Amerika. Downde. Nee. Oké, never mind. We gaan naar de volgende. De tijd is echt al lang voorbij, maar het is prachtig om naar te kijken. Oh. Ga door. Maar wacht even. Uit de jaren 90. Ik ken alle rappers uit de jaren 90. Wat is dit? Maar dit is geen rapper. Deze rapper is geen rapper. Ja. Shaggy. Ja, het is wel een soort van rapper. Ja, maar ook weer niet. Tel dan gewoon. Wat is Downde? Doe dat. Dat is zijn nieuwe nummer. Downde? Keep up with the times, Likula. Downde? Maar die man is 50. Heeft hij een nieuwe nummer? Zeg dan gewoon. It was me. Ja. Wow, dan wist ik het gelijk. Die stem, heel laag. Ja, met zijn hoofdletter. Ja, dat kan ik. Nog goed. Okay. Beestjes die onder water leven. Snorkels. Ja, precies. Dan heb je een man die slingert aan een liaan en dan schreeuwt hij heel hard. Ja, dan heb je die kleine dingetjes die kinderen heel leuk vinden waarmee ze dingen kunnen bouwen. Lego? Ja, precies. Dan heb je een zangeres van I'm Falling. Alicia Keys. Ja, precies. En dan heb je nog een nummer Als jij mijn geliefde wil zijn, maar dan in een andere taal. If you wanna be my lover. Ja, daar zijn we. We hebben nog vier Spice seconden. Girls. Wanna be. Kijk, zo speel je dit spel. Ja, maar ook andersom. Ja, dat is zo. Maar ja, als jij niks zegt. Nee, maar ik ben heel slecht in beschrijven. Oké. Okay. Yes, nee. Bring it on. Oké, een camera. Je hebt een digitale camera, maar ook analoog. En dan het dingetje dat erin zit. Polaroid? Het dingetje dat in de analoge camera Flitzer. Zit. In de analoge waar de plaatjes op staan. Een rolletje. Ja. Een filmrolletje. Een computerspelletje dat je nummertjes moet omdraaien en er zit een bom onder. Hoe heet dat? Mijnen. In mijn handen met een bezem. Minesweeper. Ja. Wat je met je haar kan doen, dat je het zo recht afknipt. Je zet er iets op en dan knip je een bloempotkapsel. Ja. Stil! Stilte! Band. Boyband. Backstreet Boys? Nee, die andere van Ronan Keating. Oh, nee, mag niet. Sorry, take that. Cancelled? Nee. Oh. Een personage met de achternaam is die lange slierte pasta. Stomme tijd. Jammer. Dit is wel vet, met een hindernis. Dat is gewoon. Even de laatste. Oké, jongen. Ja? Dit is het moment. Ring it home. We gaan alle vijf. Oké. Dit is een krant. Lichtkrant. Ja. Gelijk af. Mag niet. Het sekssymbool van de jaren 90. Man of vrouw? Vrouw. Madonna. In Baywatch zat ze ook. Pamela Anderson. Dit is een spel wat je deed met ronde balletjes op het schoolplein. Geen met, vierkante balletjes. Met kleine ronde balletjes die je hard waren. Knikkers! Ja. Knikkeren! Ging je één keer per jaar met de hele klas naartoe in een bus. En kotsen. Schoolreis! Ja. En dit laatste is een spelcomputer. Echt naar de jaren 90. Ja, maar dan... Computer! Nee. DS, MS-DOS. Stop het! Nintendo. Stop dit! Ik kan niet meer. Stream de afleveringen van Dertigers nu op NPO+.